Goedemiddag, goedenavond, goedemorgen. Oh. Ja, we zijn terug. Dit is Op de Pot. Welkom mensen en welkom Arend Bert. Welkom Op de Pot. De intro-tune is nieuw. Alles is nieuw. Er is extra kek toegevoegd, want dit wordt verschrikkelijk. Seizoen 2, Op de Pot eindelijk. Ik heb trouwens net beseft, ik heb opgezocht wanneer het de vorige aflevering was opgenomen. Ja. Weet je al wanneer het dat was? Bijna een jaar geleden. 2 jaar, Arend. 2 jaar? Yes. Oh, ik dacht dus ook dat dat maar een jaar geleden was, maar dat zijn opnames van 2017. Ah, oké. Okay. Ah, ja. Straf, hè? Damn. We hebben deze gewoon 2 jaar in de ijskast gelegd. Onterecht. Ja, onterecht. Heel onterecht. Ja, maar hoe rap vliegt een tijd, dat denk ik dan. Ja, ja. Ongelooflijk. Maar gelijk een goede wijn, 2 jaar laten liggen, zo terug en beter. Hè? Ja, ik hoop het. We hebben Op de Pot een tijdje laten liggen. We hebben een beetje naar richting gezocht, maar we zijn, mijn inziens, zeker helemaal terug. En het wordt fantastisch. Ik denk het wel. Nieuwe structuur, nieuwe plannen, zelfde 3 mensen, want dat was het enige dat echt werkte. Vrienden, we gaan er vandaag al direct mee beginnen. Hè. We hebben nieuws met Bert van de Perk. Welkom, Bert. Dank u. Ik heb een aantal nieuwspuntjes gezocht die merkwaardig zijn. Eentje van nog niet zo erg lang geleden, 19 december. De Verenigde Staten die hebben een nieuwe handelspartner. Ja? Ja. Ja. Is dat zo? Wakanda. Oei. Ja. Oh nee. En voor de mensen die het niet weten, het fictionele Oost-Afrikaanse land, of zit het in de Marvel Universe of in de film Black Panther. Ja. Ik lees een statement voor van BBC. The US Department of Agriculture listed Wakanda as a free trade partner despite it being a fictional country. The department's online tracker hosted a detailed list of goods the two nations apparently traded, including ducks, donkeys and dairy cows. Dus een tijdje is dat zo geweest dat er op de officiële lijst van handelspartners Wakanda stond. Ondertussen is het er afgesmeten en de commentaar van de Verenigde Staten was dat dat een testje was voor een testfile van het personeel dat per ongeluk online is gekomen. Oké, op die manier. Verschrikkelijk. Is dat niet een tijd geleden ook echt gevraagd geweest aan Trump? Ik denk dat hij op een of andere rally ook gevraagd is geweest van... wat is uw houding tegenover handelsrelaties met Wakanda? You know, we're looking into it. We're not sure. Might be a good deal. Might not. We're still looking into it. You know, it's going to be the best. Ik denk dat dat ook wel gebeurd is. Dat doet mij heel erg denken aan dat er op een gegeven moment zo op straat naar mensen werd gevraagd van vind het belangrijk dat we nog steeds troepen hebben in Agrabah? En al die mensen er weer heel vaak gereageerd op we still gotta be in there because you don't know what these people are up to. Dus fictionele dus, stad uit Aladdin. Fantastisch. Hoera, Verenigde Staten. Of iemand van het personeel heeft zich eens goed geamuseerd en gedacht, ja, online. Terecht, goeie mopje. Een ander puntje is dat Italië al heel lang kampt met racisme. Zeker ook in voetbal, context. Tijdens voetbalwedstrijden. Dat de stadions vaak vol zitten met nogal wat neonazistisch gepeupel. Ja. En Italië zegt of zij, we gaan daar eens actief tegenin gaan. Nee. Daarmee zijn ze begonnen aan een reeks van anti-racisme campagnes. Met een paar mooie, heerlijke Italiaanse uitschuivers. Ik heb daar ergens een afbeelding klaargezet, getiteld Black Friday. Dus Black Friday, iedereen kent het concept wel, maar er was een wedstrijd tussen Inter Milaan en AS Roma. En de Carriere dello Sport vond het heel handig om dan Romelu Lukaku van Inter en Chris Smalling van Roma, 2 zwarte voetballers, op de voorpagina te zetten met dan de titel Black Friday. Perfect. En dan hebben ze niet onmiddellijk ingezien wat daar mogelijk fout aan is. Stijlvol. Klinkt Italiaans. Ja. Dus hebben ze gezegd, nee, allemaal nu even serieus. We gaan het goed aanpakken. Ze zijn een heuse antiracisme campagne begonnen. Hmm. Met een prachtig kunstwerk dat ernaast klaar staat. Say no to racism. Kun je het zien, mannen? Oh, het is wat klein, maar voilà.
En om een of andere reden vonden ze het dus heel logisch om iets te doen met drie apen. Die allemaal een soort gekleurd masker rond hun ogen hebben. No to racism. Dus dat je denkt van, ja, zijn ze het nu expres aan het doen, de Italianen? Of... Je zou het denken. Ik weet niet wat het idee of wat de boodschap is. Ik zie inderdaad drie apen met alle drie een ander kleur. Ik denk dan voetbalkleuren of zoiets er rond. Ja. Maar het zijn wel echt onmiskenbaar grote oren. Ja, maar dat is smerige apen. Is gewoon zo'n pleister op een geïnstitutionaliseerde racisme-wonde in Italië. Ja, dat krijg je niet opgelost met een paar postertjes hier en daar. Ja, zeker niet als ze zo onvoorspelbaar gekozen zijn. Ja. Want die zijn, mannen, zijn we zijn allemaal apen. Ja. Die zwarten hebben misschien ietsje meer, maar laat ons normaal doen. Is dat dan de boodschap of zo? Ik denk dat dat een heel schoon boodschap is. Maar ja, goed, dit gaat alleszins het racisme niet oplossen. Conservatisme gewoon algemeen. Italië is, net als in Oostenrijk of zo, super, super diep geworteld. Hè? Ja. Heb je gehoord van de... Dat is niet exact hetzelfde, maar heb je nooit gehoord van de CEO van Barilla, die pasta? Ah, nee. Dat hij zo zei van, we zouden eigenlijk liever hebben dat onze pasta... Dat is een van, ik denk het grootste pastamerk ter wereld. Ja. Dat hij zei, we zouden het liever hebben dat onze pasta wordt geconsumeerd door traditionele gezinnen. Dus Holebi's toch niet echt zo welkom zijn. Ja, het onze spaghetti, ja. Zalig. Echt heel goed. Verschrikkelijk. En dan zo daarna iedereen van dat bedrijf, we're so sorry, maar die mensen heeft daar nog altijd niks over gezegd. Dat is toch prachtig. Het is gewoon homofobe pasta. Ik heb dat ooit op Facebook gezet. Ik zei een heerlijk bordje homofobe pasta en ik heb daar heel veel slechte reacties op gekregen omdat niemand mee was met het nieuws. Oh ja. Ik ben van Facebook, hè. Oh god. Ik had daar geen ruimte. Nee, goed. Dat is echt, ja, ik vind dat schrijnend. En je denkt dan dat dat bij ons erg is, maar dat is echt niet waar. Wij doen ja, dat is gewoon zo. Bijvoorbeeld als je gaat kijken naar gewoon heel op andere landen, zoals China of zoiets, racisme bijvoorbeeld, dat is daar... Okay, China is een slecht voorbeeld, maar andere delen van de wereld is racisme gewoon echt commonplace. Hè. Dat is daar deel van het dagelijks leven, terwijl wij hier keihard ons best hier zijn aan het doen als maatschappij, om dat allemaal weg te drukken. Ja, er gaan veel mensen van zeggen dat niet waar is. Dat wij ons best niet genoeg doen, bedoel ik. Hè? Ja, oké, tuurlijk gaat u best nooit genoeg doen, zolang dat er iemand is dat van die debiele ideeën, hè, maar... Ja, zwet. Hey. Ja, dit is in ieder geval Italië's idee van zijn best doen. Ik vind het goed cynisch. Plakaten met apen op in Black Friday en dan toevallig twee zwarte spelers. Mm-hmm. Zo, dat zijn mijn nieuwspuntjes deze week. Arend, had jij ook een nieuws... Ik had ook nog iets bij, een klein nieuwsfeitje dat ik eens even zou aanhalen. Het gaat over Australië, want het gaat daar momenteel eigenlijk niet zo heel goed. Hè? Australië kan er wel warm worden, maar 47 graden Celsius is daar nu ook wel wat veel. Nou, dat is, momenteel is dat daar gaande. Er zijn nu heel veel bosbranden ook door. Ik kan niet zeggen, dat er niet half in brand dat land ondertussen? Niet half, maar toch wel voor een groot deel. 3 miljoen hectare land is kapot. Is kapot of staat nu in brand? Want is gewoon aan het smeulen. Is aan het smeulen. Of staat nog in brand. En dat is ongeveer even groot als heel België. Dus reken even een bosbrand zo groot als België. Hè? En het is ook nog niet voorbij. Er zijn nu al 9 doden gevallen, waaronder 2 brandweerlui die dat daar in de vuurzee terecht zijn gekomen. En het verbaast mij eigenlijk nog maar dat er zo weinig zijn. Sydney is gewoon gehuld in een laag smog en rook en vetzakkerij dat niet meer te doen is. Maar mag ik eens even kort onderbreken? Ja. Ik heb wel recent de nieuwssites allemaal open gedaan, maar ik heb daar niks van gezien. Hoe komt dat? Dan, is dat gewoon omdat ik scheel heb gekeken? Dan heb je heel scheel gekeken, want ze zijn er zeker wel. Ja? Shit. Nee. De ecologische ravage, dat is enorm. En de eerste minister van Australië zat ondertussen rustig op vakantie op Hawaii. Ja. Dat is niet zo heel goed. En los van dat allemaal blijft gewoon de Australische regering elk beetje, verwijzing naar global warming, compleet van de tafel schuiven. Als regering, als regering. Één man? Als regering wordt dat gewoon... Er wordt eigenlijk niet zo over gepraat. De vrij conservatieve regering dat ze er nu hebben, verbaast dan ook weinig volk echt heel hard. En nu is het artikel... Dieven stelen 302.000 liter water. Er is dus water gepikt in Australië. Dat is momenteel dus echt een grote zorg daar. Met de warmte, los van de bosbranden en zoiets erbij. Ja. De warmte en zoiets is onhoudelijk. Mm-hmm. En
er zijn dus een hoop mensen die dat bij een plaatselijke boer in Australië water zijn gaan pikken. 302.000 liter. Hoe doe je dat? Je hoe doe je dat? 302 camions weg, of wat? Geen 302. Wel een stuk of 7 à 8 tankwagens. In een camion kan wel belachelijk veel liter water als je het maar... Rekent iets van een 40.000 liter per tankwagen. Uh-huh. En dan zijn er dus 7 à 8 van die camions ongeveer. Kunnen er wat meer, wat minder zijn. Maar dus we zijn effectief aan het punt dat water dat soort grondstof is waar dat... Ja. En er eindigt de titel van het artikel ook mee. Dat is vrij Mad Max. Dat is redelijk Mad Max. Ja. Dat is een beetje fucked up ontworpen. Wat mij altijd heel vreemd is gebleken, is waarom dat er een rechtstreekse lijn is tussen conservatief gedachtegoed en niet willen meegaan in het global warming verhaal. Ik snap dat er vanuit conservatieve hoek meer lobbying bestaat en bijvoorbeeld dan vanuit de industrie en dan zeker de energieindustrie. Maar ik begrijp gewoon niet goed waarom dat conservatieve... politici zich niet meer aantrekken van global warming, omdat ook de gevolgen van global warming absoluut in het vel snijden van mensen dat bijvoorbeeld geen fan zijn van migratie enzovoort. Maar dat is allemaal, ik vind dat heel gek dat je altijd denkt, maar, conservatieve overheden, dat die ontkennend zijn. Ik vind dat gek. Global warming is een probleem dat zich niet nu stelt. Dat is een probleem, het is er. Maar het grote probleem wordt altijd doorgeschuiven, over 20 jaar zijn we gefuckt, want dan is het full-blown bezig. Okay. Voor die mensen telt dat niet. Hetgeen dat nu telt is, kunnen we nu iedereen jobs geven? Kunnen we nu iedereen laten werken? Kunnen we nu genoeg geld voorzien voor iedereen? En ik denk dat daar voor een groot deel de verschuiving mee zit. Dat die kijken naar nu en niet naar morgen of over 2 jaar of over 20 jaar. Nee, dat is wel. En misschien ook, dat is me wel misschien kortzichtig, maar ik denk dat het wel meespeelt, dat zo... De strijd tegen global warming kost ook geld. En het is moeilijk om verkocht te krijgen aan heel wat mensen. Ja, het is. Om daar van, we gaan een stukje moeten afpakken voor een probleem waar je nu, jij persoonlijk, niet onmiddellijk last van hebt. Ja tuurlijk. Het is, iedereen gaat moeten inboeten als we er een oplossing voor gaan willen vinden. Ja. Maar ik denk dat er veel politici zijn die dat moeilijk of niet verkocht willen krijgen. Ja. In de tarm ook wel een beetje mijden. Jazeker. Het zal iedereen kloten, jongens. Voor Trump is dan een tactiekje van eigen economie vooral boosten en dan zitten op een of andere manier wel geliefd bij een deel van het volk. Ja, maar ik denk dat Trump nog, qua intellect en zo, gewoon nog een beetje een ander paar mouwen is qua hoe de manier waarop dat hij denkt enzovoort, is niet hoe dan een politicus doorgaans denkt. Hij heeft een ander gedachtepatroon, denk ik. Als je nu naar Engeland kijkt. Ja, maar Bojo is ook een ander soort politicus. Hè. Dat is niet omdat hij ook stoem blond haar heeft en omdat hij ook recent in conservatieve context is verkozen geraakt. Ze noemen die de maffe Trump, maar ik vind dat een heel vreemde... Boris Johnson weet veel harder waar hij mee bezig is. Hè. Trump is een loose cannon op elk vlak, denk ik. Ja. Weet niet waar hij mee bezig is. En Boris Johnson gewoon al decennia wel, denk ik. Maar kijk. Ja... Ja, ik fascinerend vind het en deprimerend. Een heel interessant artikel, want dat is de toekomst waar dat we rustig naartoe zijn aan het gaan. Hè. En... Om maar te zwijgen over het effect van die bosbranden aan zich natuurlijk. Want je kunt u niet veel... Want het volledige, toen we samen in het middelbaar zaten, hebben wij een hele tijd les gehad over klimaatsverandering tijdens aardrijkskunde. Ik weet niet of je dat nog weet. En dan heb ik daar vooral onthouden dat er... Dat dat altijd, het is eender in welk model, dat dat altijd een self-fulfilling model wordt verder. Omdat je bijvoorbeeld grote massa's ijs hebt die dat smelten. Ja. En ijs zorgt voor een grote reflectiegraad van de aarde. En als die wegvalt, dan heb je meer absorptie nog eens van temperatuur. Dus ook dat werkt dan ook nog eens versnellen. Dus het is altijd een sneeuwbaleffect. Ja. No pun intended. Maar dat is... Ja. Bosbranden zeker en vast mee een factor. Nee, dat klopt. Het is een rare toekomst waar we naartoe zijn aan het gaan. En ik denk dat als we niet deftig gaan beginnen kijken hoe dat we het opgelost krijgen voor gewoon debiele dingen zoals water. Hè. Mm-hmm. Wij pakken dat allemaal zo heel gratis binnen door de kraan. Mm-hmm. Maar dat is het niet. Ja. En dat is een harde muur en een stevige les waar wij denk ik over binnen dit en 10 jaar hard op gaan lopen. Ja.
denk sowieso. Ik denk ook trouwens, wat op de pot betreft, dat we het thema klimaat nog wel eens een aantal keer gaan voelen terugkomen. Dat is iets dat bij mij heel hard knaagt. Ik denk bij jullie ook, omdat jullie niet gaat achterlijk zijn. Ik denk dat dat de basisvoorwaarden is voordat je zorgen maakt over klimaatverandering. We kunnen er niet echt naast. Als het voor jullie hetzelfde is, dan denk ik dat het tijd is voor een volgende categorie. Wat een heerlijke jingle. U hoort daar mijn lichaamsgeluiden. Dat is geen geheim. Je hebt goed je best gedaan. Ik heb goed mijn best gedaan. Ja. Ook dankzij de Röde microfoons in volledig HD. En een goede schotel kalkoen van bij Dungeon. Ik denk dat helpt. Ik denk dat nog wel anders klinkt, maar ik wil die studie zeker op een ander moment uitvoeren. Goed. Arend, ik kan je het woord geven. Ja, ik had nog een artikeltje bij. Maar dat is aan zich geen nieuwsfeitje, want ik vond het iets interessanter. Mm-hmm. En ik wou dan graag even jullie mening wel horen. De titel van het artikel is Bendeslachtoffer overweegt klacht tegen comedian Xander de Rijke. En met bendeslachtoffer verwijs hier dus naar David van Steen. Is het niet beter Ben het slachtoffer? Nee. Ben de slachtoffer. Ik begrijp het. Ik maakte een verschrikkelijk slechte grap. Ja. Voor mij is de naam geen probleem. Arend, ik zal je niet meer onderbreken. Dank. Oh boy. Oké, dus het bendeslachtoffer verwijzen naar David van de Steen. En die heeft bij een aanslag van de bende van Nijvel op de Delijs in Aalst in 1985 zijn beide ouders en jonge zus verloren. Die was toen 9 jaar en maakt niet uit hoe oud dat je zei, dat is heavy shit. Mm-hmm. Dat komt altijd heel hard binnen. En er is in 2018 door Stijn Konings een film over gemaakt. En die film die heet Niet Schieten. En in een van zijn conferences, denk dit jaar, vorig jaar, neemt Xander de Rijke die film heel hard in de zeik. En hier is een klein fragmentje erover en een beetje berichtgeving van op Nieuwsblad. Korte vraag, ik ga deze opzetten. Ja? Hoe zit dat met copyright? Geen probleem? Dat is van een nieuwsding, dus ik denk dat oké is. Zullen we wel zien achteraf. Zoals van de jonge David van de Steen, die op 9-jarige leeftijd allebei zijn ouders verliest bij een overval. Dat is dezelfde origin story als Batman. Misschien zitten we hier met een goede prequel van een Vlaamse Batman-film. Misschien was dit bijna een Alsterse Batman Begins. Het is dan niet Batman Begins, het is dan in het Alsters waarschijnlijk. Ja, de Fliermoisman Begins. Ik zeg gewoon... Alles draait rond dit fragment. David van Steen voelt zich persoonlijk aangevallen door de vergelijking van de rijken. Met mensen die zware trauma's te verwerken hebben, daar spot je niet mee, zegt hij. Je kunt met dingen lachen, maar als je persoonlijk mensen gaat eruit pikken, bij naam en toenaam, en dat gaat dan over mensen die vermoord zijn, ja, sorry, dat gaat erover. Hè. Wat is het volgende taboe dat gaat gebroken worden? Ik weet het niet, hè, maar ik heb het er heel moeilijk mee. En, totaal niet mee akkoord, nee. Van de Steen is zo kwaad dat hij juridische stappen overweegt tegen de rijken. Hij vindt dat comedians zich moeten bezinnen over waar wel of niet mee kan gelachen worden, zodat ze de grenzen van het fatsoen niet overschrijden. Ik zal zien wat ik er ga met doen, want ik laat het hier niet bij, echt niet. En dat ze niet beginnen over als carnaval en UNESCO en die auto, ik heb er allemaal niks mee te maken, dat is mijn zaak niet. Deze gaat over iets anders. Deze gaat over eigenlijk mensen dat je gaat belachelijk maken met de miserie dat ze gehad hebben. En dat gaat niet alleen over de bendeslachtoffers, dat kan gaan over kinderen dat vermoord zijn door iets anders, of aanslagen, of je blijft eraf. Daar lacht je niet mee. Dat is een brug te ver. Is er een grens overschreden hier? Ik vind van wel, ja. En ik vind mijn taak ook om het nu te zeggen dat die grens overschreden is. Want waar stopt het? Ik stel voor, als je nu nog vragen, bent u boos. Laat onze redactie weten dat het nooit de bedoeling was om te spotten met David van de Steen. Wel met het scenario van de film. Als Van de Steen zich persoonlijk aangevallen voelt, dan willen we ons daarvoor excuseren, zo zegt de manager nog. Het verhaal van de jonge David van de Steen. Dus, heel de comedy bitch van Xander de Rijken is bij David in het verkeerde keelgat geschoten. Ja. Maar hij is een soort Vlaamse Bernie Sanders. Hè? Het is strijd ook tegen de rijken. Dat is een slecht weer, Nick. Ja, het spijt me zo. Ik ben echt goed gezind, want we doen op de pot. En wat vinden jullie ervan? Vinden jullie inderdaad brug te ver of niet?
Ik heb in zijn in de reactie van de meneer, hoe heet de meneer, van de stenen, ja. Ik heb daar iets heel... Iets... We gaan sweet verder gaan, ja, dieper gaan op de reacties. Ah. Oké, over het concept, ja wel, ik ben uiteraard voorstander van een vrij verre grenzen wat betreft, wat is te veel voor humor, maar ik begrijp dat heel persoonlijk is en dat jullie daar ook, omdat wij gewoon heel goed overeenkomen, dat je wel ongeveer op dezelfde manier wel zult denken, maar ik snap wel dat die kwaad is. En ik denk dat dat bij heel veel situaties is van mensen dat kwaad worden op comedians, dan begrijp ik meestal wel dat die mensen kwaad zijn. Mm-hmm. Ja, ik zit zo ver van die situatie. Ik vind, je hebt ook wel het recht om kwaad te zijn. Ja. Je hebt het recht om u beledigd te voelen. Mm-hmm. Maar als ze beginnen afkomen met, ik laat het hier niet bij, ja, daar begint voor mij het probleem. Omdat je dan effectief je hebt het zwijgen opleggen. Het recht op humor, op meningen. Een mening kan waarheid bevatten, een mening kan beledigend zijn. En zoals Alexander de Rijk het recht heeft om dingen te zeggen die beledigend kunnen overkomen voor mensen, hebben die mensen zelf ook het recht om zich daar door beledigd te voelen. Ja. Maar als het dan gaat over, we gaan u juridisch pakken op dingen die je gezegd hebt in een satirische context, daar begint voor mij wel een probleem. Ja. Het ging lichtjes verder nog. In een van de stukken dat daarop volgde, mm-hmm, zegt Xander de Rijke over Louis Talpe, Megatobi, mm-hmm, van Mega Minireeks, die dat de vader speelt van David van den Steen in de film Niet Schieten. Okay. Zingt hem een liedje. Is het een vliegtuig? Is het een vogel? Nee, dat is het niet. Het is daar Megatobi die men in zijn bekken schiet. Dat is een herde. Ik moet heel hard lachen, maar dat is een herde. Dat is hard, maar dat is al wel, dat is wel misschien wat, iets closer to home voor David van den Steen. Ja, tuurlijk, maar allee, het is ook niet zo subtiel, hè? Het is niet zo goed op een goede, cynische manier er rond gepraat, zodat je de betekenis in de humor snapt. Hè? Nee. Ja. Ik denk dat het echt wel heel één op één lachen net is. Ja. En niet gewoon, we maken humor met dat als thema, maar echt gewoon, haha, die mens is in zijn kop geschoten. En dat is voor mij... Vind ik niet. Ik vind het niet subtiel genoeg. Dat vind ik niet. Er zit hier wel ook het stukje, het feit dat, ik weet niet de acteur... in het echt heet. Maar Louis Talpe. Louis Talpe. Ja. Daar is ook wel, daar wordt ook mee gelachen. Met Louis Talpe. Het feit dat hij in de cast zit. Ja, en als Megatobi dus, dan kun je dat jingle wat aanpassen. Dat zit daar ook wel in. Dat gaat niet puur over het feit dat er een mens is neergeschoten. Nee. Ook dus over het feit dat Louis Talpe een rol speelt daarin. Als publiek figuur wordt hij ermee ingetrokken. Ja. Ja. Oké, we gaan even hierbij stoppen. Ja. En we gaan een stapje verder gaan. Ja. Want in dit geval, ja, David van den Steen zegt, ik kan er stappen ondernemen, mm-hmm, maar die zijn voorlopig nog niet ondernomen. Daar heb ik zelf ook nog niks van kunnen terugvinden, dus gaan we het even bij laten. Oké. Okay. Ik heb al gelezen dat Jeff Vermaessen er al zich mee aan bemoeien is. Jeff Vermaessen moet zich mee. Social media, knal erop. Ik denk dat we naast Filmwerd en Luc de Vos toch al een bepaald thema hebben over onze gezamenlijke... Goed, dat terzijde, okay, maar dus er komt wel iets van, denk ik. Ja, dat gaan we nog zien. In Canada is in 2016 een gelijkaardige case geweest, waar dat er wel iets van is gekomen. Ja. Er is dus een mop verteld geweest door een comedian en die mop is al sinds 2010, denk ik, in circulatie, maar dat is in 2016 opgepikt geweest. Ja. En dat is een comedian, Mike Ward, en die had een mop gemaakt richting een zanger, Jeremy Gabriel, een vrij jonge zanger, en die leidt aan het Treacher Collins syndroom. Dat is een soort syndroom dat ervoor zorgt, genetisch, dat uw ogen, uw oren, uw kin en uw kaaksbeenderen eigenlijk misvormd zijn en onderontwikkeld. En dat heeft bij die Jeremy Gabriel ook voor gezorgd dat hij doof is, maar dat is dan via een implantaat gedeeltelijk opgelost en die is dan een zanger geworden. En die comedian heeft voor die mop een boete gekregen van $42.000 te betalen aan die Jeremy Gabriel en zijn moeder. En hij is daartegen in beroep gegaan, maar die werd eind november, is beslist om die boete te laten, maar wel te reduceren naar $35.000. En het kwam van? Sorry. Hm? Het kwam van? Van 42.000. Ah,
De mop zelf heb ik alleen in het Canadees-Frans kunnen terugvinden, maar Canadees-Frans is, ik weet niet of dat jullie daar bekend mee zijn, dat is iets vrij lastig om niet te verstaan. Als je dat voor mij moet het niet. Van het Frans gaat vertalen, ja. Dat is iets... Ja? Gewoon Frans is het moeilijk. Wat is de essentie van de mop? Hoe kun je dat zeggen? Ja, ik kan er nu naartoe komen. Dus de essentie van de mop is... Een klein achtergrondverhaaltje erbij. Die Jeremy Gabriel heeft toen hij 9 was via Make-A-Wish-achtig programma gevraagd om voor de paus te mogen zingen. Make-A-Wish, dat is zo'n... Ja, ja. Nee, voor de mensen die dat niet kennen. Ja. Een organisatie die ervoor zorgt dat kinderen met levensbedreigende aandoeningen... Ja. Toch iets leuks kunnen doen en een bepaalde wens vervuld kunnen zien worden. Mm-hmm. En hij heeft dus de kans gekregen om voor de paus te zingen en nog een keertje met Céline Dion erbij. En in een van zijn shows zegt hij Mike Ward, wel, die Jeremy Gabriel heeft nu via Make-A-Wish zijn wens gekregen, maar hij is nog altijd niet dood. Hij is blijkbaar niet terminaal, maar gewoon lelijk. En misschien moet ik hem dan proberen te verzuipen, want hij is blijkbaar onsterfelijk. Liedjes geparafraseerd, mm-hmm. Maar er komt het wel op neer. En hij is voor die mop aangesproken geweest door het Mensenrechtentribunaal van Quebec en die hebben hem voor de rechter gesleept en die zei van ja, kijk, deze gaat toch een beetje te ver. Mm-hmm. Ja, akkoord. Ja, ik denk het wel. Ik vind dat ook opnieuw, ik denk dat het heel belangrijk is dat je humor goed is voordat je je meer kunt permitteren. En dat is een beetje hetgeen waar ik ook er juist op terugkwam. Als het niet super grappig is, ook dat, super, super reikbaar. Ja. Ja. Dus dat is een heel moeilijke, dat weet ik nu al. Maar als u, hoe genuanceerder dat uw humor is, hoe meer dat je weg moet komen. In mijn beleving. Hè? Want ik zal dat ook nooit voor een tribunaal... Nee, ik zit dat niet klopt. In het juridische. Dat, dus dat klopt heel hard. Maar daar ben ik het al voor een, ga ik al voor een deel tegen inbrengen. Het is inderdaad super rekbaar. Ja. Want... Ik heb heel die zaalshow van Xander Drijke gezien en ik vond dat absoluut niet grappig. Jawel, ja, dat is een, ja. Ik zeg nu ook deze mop tegen jullie compleet uit context getrokken. Hè? Ja, dus ja, er is een hele show erbij die dat ja. Ook al sinds 2010 dat die mop ja. Wordt gebruikt. Ze gaan wel ergens mensen aan het lachen brengen. Veronderstel ik, ja. In ja. Een bepaalde context dat wij niet snappen. Nee. Nee. Want ik, als je moppen van een Hans Theeuwen uit zijn context neemt of uit de opeenvolging van al die moppen, komt er ook heel anders over. Hè. Ja. Ja, maar voor mij, ik heb er ook eens over zitten nadenken, hè, over waar trekt je een grens, want inderdaad, humor is smaak en dat is heel moeilijk. En het moet grappig zijn, is inderdaad een heel rekbaar statement. Ja, dus. Ja. Ik snap ergens, of ik ben ergens wel te vinden in het feit dat je alles of quasi alles moet kunnen ridiculiseren. Mm-hmm. Je moet dingen ter sprake kunnen brengen en je moet dan maar ja, daartegen kunnen ja. In zekere vorm. En je hebt het recht om te beledigen, je hebt het recht om beledigd te voelen, maar je moet een beetje in een vrije samenleving daarmee om kunnen. Ja. Maar er is wel een verschil tussen humor en een absolute vrije meningsuiting. Ja, want er is een reden waarom dat vrije meningsuiting beperkt is. Haat verspreiden. Nee, dat is iets ja, waar... Ik heb dat eens opgezocht. Hè. Ja? Want humor is een tak van de vrije meningsuiting. Ja? Op die manier. Ja. Ik heb dat, want de vrijheid mag blijkbaar worden beperkt onder een aantal omstandigheden. Ja. En de meest relevante voor deze context is als de vrijheid van meningsuiting in strijd is met de goede zeden. Oh ja. Maar dat is dus op zich al het meest grijze dat je je kunt ja. Inbeelden. Maar voor mij is het enkel relevant maar... over wanneer dat de instituties daar... Iemand het ja. Zwijgen opleggen omwille van, want het is sowieso een grijze situatie. Maar ik denk dat daar toch... Het verspreiden van haat zit er toch ook in. Want dat is voor dingen als laster en eerof zijn daarop gebaseerd. Hè? Ik denk niet dat je met die mop van Xander Drijke of met de Canadese situatie... Ik denk niet dat daar op een gegeven moment... dat je dat zelfs al zit, supermaniac... Dat gaat kunnen interpreteren als een aanzet om u tegen iemand... gewelddadiger of haatdragender te gaan dingen. Nee, dat vind ik raar, want als je zegt, al is het maar in een komische context, ik ja. Zal hem moeten gaan verzuipen. Hoe kun je dat... Tuurlijk kun je dat interpreteren als haattragend of haatverspreidend of ja. Oh, ja, gewelddadig. Maar dat misschien harder, maar ik vind dat Xander Drijke daar absoluut niet onder valt. Nee, maar voor mij zijn dat ook twee ja, andere ja, wel, situaties. Ja, dus, ik zei bij het is eerste, veel extremer. Bij Xander Drijke zei ik, dat valt voor mij binnen de grens, want... Ja. Ik vind een groot verschil is, ik was dan toch aan het denken, waar kun je een grens trekken mm-hmm. Tussen ja, humor,
al dan niet grenzeloze humor in schadevolle meningsuitingen, ik zal het zo noemen dan. Ja. En met dan de vraag, mogen we onder mom van het is maar om te lachen alles zeggen? Ja, want inderdaad, je zegt, het moet grappig zijn, het moet, ook al is dat iets relatief, het moet, er moet iets in zitten. Maar ik besef nu al wel dat ik een domme uitspraak heb gedaan, hè, maar alleen moet daar zeker niet verder op ingaan, want ik weet ook... Maar je moet, humor is entertainment, of humor is... ja, op een zekere manier verdedigend. Iets aankaarten, een onrecht, iets maatschappij kritisch zijn. Maar dat hoeft daarom, of mag eigenlijk, geen aanval zijn. Het mag wel een aanval zijn op onrecht, maar niet een aanval op iets, omdat het dan grappig zou kunnen zijn. Ja, maar dan kun je niks Wel om taboes te doorbreken, bijvoorbeeld. Dus er moet een reden zijn achter. En ik vind dit, met dat Canadees voorbeeld, als ik dan denk, wat valt dat aan? Of waar zit dat zich dan tegenaf? Ja, tegen dan de Make-A-Wish Foundation of zo. Maar ik vind het een beetje raar. Er speelt in dit geval ook wel meer. Want hetgeen dat ik had teruggevonden was dat er wel inderdaad binnen Canada wel leefde van ja, de jongen komt met zo'n organisatie op beeld, die gaat zingen voor de paus. Ja, en die blijkt een ziekte te hebben die totaal niet terminaal is. Dat gewoon vervorming geeft. Dan denk ik ook wel van, oké, ergens kun je hier wel mee lachen. Natuurlijk. Nee, maar ik wou even terugkomen, als het vooral goed is, op de opmerking van meneer Van de Steen in dat interview. Ik hoorde hem daar zeggen van, ja, welk taboe gaan we nu doorbreken? Maar ik denk dat als we nooit taboes hadden doorbroken, dat slavernij nog altijd iets was geweest, bijvoorbeeld. Daarom, dat zeg ik ook, daar ben ik dat voor. Dat denk ik ook. Dat vond ik een heel jammerlijke uitspraak van hem. Ja. Want ik denk dat een uitspraak is die voortkomt uit een hele hoop frustratie. Maar die dat aan zich heel dom is. Want als er iets is dat voor mij humor juist wel moet doen, is het elke mogelijke taboe dat er bestaat aanpakken en bespreekbaar maken. Want daar loopt het mis. Ook, en waarom zit edgy humor zo in iets dat een komiek vaak brengt? Veel van onze beste komieken zijn extreem edgy. Hè? Ja. Maar waarom zit dat erin? Omdat humor altijd humor is, omdat het verrast. En omdat het mensen hun hersenen prikkelt met verrassingen. Ik denk dat iets heel belangrijk is. Maar je weet ondertussen ook al wel dat je op die manier mensen verrast, maar dat er ook vanzelf aan vast zal hangen dat je ze uit hun comfortzone brengt en dat dat ook in veel mensen een verkeerd keelgat schiet. Maar dat weten komieken ook als ze daaraan beginnen. Maar ik denk dat er dan gewoon een respect aan beide kanten moet zijn. Ik respecteer dat jij hier heel kwaad van bent, maar ik wil dat jij respecteert dat mijn job is en dat ik gewoon... moet grenzen verleggen en moet mensen... Ik vind dat edgy zijn deel is van komiek zijn. Ik ben daarmee akkoord, maar ik zie dan ook wel dat dat een probleem is. Dat dit soort zaken niet oplost, omdat je zegt... Ja. Ik moet kunnen zeggen wat ik wil en jij mag daarover voelen wat je wilt. Ja, dan heeft degene die mag zeggen wat hij wilt wel de bovenhand. Maar er heeft niemand in mijn ogen... Want dat is, ik zeg wat ik wil, jij moet daar maar tegen kunnen. En ik vind dat ergens, voor mij klopt dat ook wel, maar ik zie wel dat er dan een probleem is. Want dat betekent dat je maar overal tegen moet kunnen. Ja. En als morgen iemand een haatwebsite opricht, specifiek tegenover u, in een komische context, tussen aanhalingstekens, dan moet jij daar maar tegen kunnen. En dan zeg je, je bent mij hier wel... professioneel, sociaal... Laster is iets dat door de rechtbanken wordt bepaald. Oké, ik denk in een vrije samenleving, een basisprincipe van een vrije samenleving, is dat je allebei eigenlijk pech hebt, maar iedereen mag zeggen wat het hem wilt. Ja. Ik denk dat dat ook gewoon echt een zuil moet blijven. En ik denk dat dat gelukkig bij ons nog redelijk goed zit. Maar deze soort situaties zijn er gewoon een natuurlijk gevolg van. Want iedereen mag hier zeggen wat het hem wilt. Tot natuurlijk die objectieve grenzen van oproep tot... Maar vind je dat niet begrijpelijk? Ja. Dat zo'n kind of de entourage rond dat kind dan zegt, hier gaan we, dit vinden wij lastig. Ik vind dat heel begrijpelijk, ik vind dat heel normaal en ik vind dat... Allee, als het gezond blijft, zal deze cyclus zich blijven herhalen, maar ik vind dat eigenlijk een symptoom van hoe gezond dat het is. Ja, want je kunt pas grenzen aftasten als er ook grenzen zijn die je kunt verleggen of doorbreken of opbotsen. Maar laat die komiek zijn verschrikkelijke dingen zeggen. Laat die mensen die dat daardoor gekwetst worden, laat die de rechtszaken starten enzovoort. Want zo is ons systeem opgebouwd. Ja. We gaan niemand van die twee gaan we die moeten fnuiken, want dan zitten we aan het systeem dat nu juist bij ons in een deel van onze westerse dingen nog vrij gezond zit.
Er was nog wel één opmerking erover, ja, waar ik zelf een beetje mee zat, met die case van die Mike Ward en die Jeremy Gabriel. Ja. Dat het tribunaal daar in Quebec gericht is op gelijkheid tussen mensen. En een van die commentaren, Mike Ward heeft die zelf gesteld, en ik kon mij er wel deels bij vinden. En dat is, ja, kijk, ik mag een zaalshow opstarten, okay, en ik mag iedereen in mijn publiek lelijk noemen. Als ik die mop maak, mm-hmm, bij iemand dat gehandicapt is, ja, mag ik dat niet. Dan, ja, ben ik aan het discrimineren. Ja, ja, maar dat is... Is dat aan zichzelf niet discriminerend om dat dan ook te doen? Klopt. Natuurlijk. Natuurlijk. En daarom... We wijken hier nu af van het hele van, ja, ik kan de jongen dan eens proberen te verzuipen, want die is onsterfelijk. Die mop, ja, gaan we even opzij houden, maar voor zo'n zaken denk ik ook wel, ja, oké, het klopt wel voor een deel. Ja, dat is waar. Ik vind dat maar dat is dan natuurlijk inderdaad echt wel het kind of worms dat we nu niet per se moeten aankaarten. Maar ik denk dat als je wilt gelijk behandeld worden, dat je dan ook niet moet zeuren als je gelijk behandeld wordt. En dat is iets dat heel vaak terugkomt in andere contexten enzovoort. Maar zeker als publiek figuur. Ja, zeker als publiek figuur. Ja, het is ook niet toevallig dat je zo'n thema's gelijk misvorming of gehandicapt eruit kiest. Hè. Je kiest inderdaad dingen mee, een zekere status of bescherming, omdat dat een taboe is, ja, daar gaat het juist over hebben. Ja. Ik vind prima komieken die lachen met alle religies door elkaar. Mm-hmm. Dat is een perfect voorbeeld van alles onder de bus smijten. En dan is het, ja, maar je lacht met religie. Ja. Ja, maar je lacht met elke religie even hard. Prima. Normaal gezien wel, ja. Of toch de hoogste bomen. En dat betekent niet dat je altijd met alles tegelijkertijd moet lachen, maar dat betekent wel dat je met alles moet kunnen lachen op dat vlak. Alleen, ja, maar ik vind het lastig, met dat Canadees voorbeeld. Ik vind niet dat je de humor mocht bekritiseren, want nogmaals, dat is smaak, dat is lastig, dat is contextgebonden. Ja. Maar misschien wel het doel erachter. Wat was de bedoeling, of wat is altijd de bedoeling van een mop? Dat is ook weer moeilijk, hè? Dat is ook weer iets... Oké, ik kan proberen te condenseren. Bart, ja, vind jij dat die boete van $35.000 terecht is voor die komiek, ja of nee? Nee. Nick? Nee. Okay. Maar ik vind wel terecht, of het recht van die mensen, dat is nog iets anders dan terecht, ik vind het recht van die mensen om te proberen aan te kaarten. Om te zeggen, ja, van, ja, hier ben ik, ja, niet mee akkoord. Tuurlijk. Want maar als je zegt... Maar gaat beginnen, ja, silencen. Dat is waar, en dat vind ik een groot probleem. Ja. En misschien is, ja, vrije meningsuiting en grenzeloze humor, grenzen verleggen, dat is hit en miss. En je kunt pas een grens soms opmerken als je erover zegt gegaan juist. Dat zou kunnen. En als je inderdaad zegt, dat treffen we genadeloos, hè, of is het gedaan met aftasten. En dat is een groot, ja, probleem. Anderzijds, als je erover gaat, snap ik wel dat het voor de mensen voor wie dat je erover zegt gaan, dat, ja, die dan ingrijpen. Dat moet wel op een andere manier. Maar dan zou ik denken, iets zoals in de trend van excuses of daar een... Maar ook dat is eigenlijk... Ja, allee. Ja, maar dat is een andere manier van afstreffen wel. Nee, oké, okay, ja. Van, dan moet dat betekent niet dat je moet zeggen, sorry dat ik dit gezegd heb. Hè. Mm-hmm. Dat betekent, sorry dat ik iets gezegd heb dat u zo hard geraakt heeft. Ja, maar comedians gaan dat doorgaans niet doen. Nee. En dat is ook, allee, dat is een hart van het beestje, maar bijvoorbeeld, je kunt Ricky Gervais niet vragen om zijn eigen te verontschuldigen, want dan maakt hij er altijd die extra cynisch van. Ja, dat is waar. Maar allee, ik wou even nog zeggen, als een bepaalde bevolkingsgroep te snel reageert, dan is het al helemaal niet leuk. Om even het voorbeeld te geven, ik vind het verschrikkelijk gevaarlijk dat je nog altijd niet met de Holocaust mocht lachen. En dat toch al wel even lang geleden is als andere dingen waar dat al heel hard mee gelachen wordt. Ja, dat is... En dat ondertussen borstkanker of zoiets al wel een stuk meer levens heeft geëist. En er wordt heel hard met borstkanker gelegd. Zelfs door mij. Dat is gewoon... Allee, dat heet dan helemaal close to home. Maar ik vind dat gewoon een heel gevaarlijk straatje. Dat er altijd gewoon a priori wordt gezegd. Er wordt niet met de Holocaust gelachen. Maar al de rest wel. Ja. Maar dat is natuurlijk het can of worms. In stille gezang. Ja, klopt. Zijn we blij? Zijn we nog blij? Ik ben altijd blij. Ja. Zolang het er goede comedians zijn. Nee. Blijven proberen, jongens. Ja, als jullie het allemaal goed vinden, ook de lieve luisteraartjes thuis, gaan we over naar een volgende categorie. En dat is multimedia reviews, in dit geval met Bart van den Perk.
Zo, ja. Onze volgende rubriekje is inderdaad multimedia. Waar we altijd films, reeksen, games, wat dan ook, bespreken. Onze comfortzone. Onze comfortzone, ja. Daar weten we toch wel iets van. Ik ben gisteren speciaal voor deze op de pot... De laatste Star Wars, The Rise of Skywalker, gaan hopelijk zien. Hopelijk de fucking laatste. Oh, ja, nee, het is niet... No way. Maar de laatste van de eerstvolgende trilogie, ja, ja, sinds de, enzovoort. De sequel trilogie. Ja, The Rise of Skywalker, ben ik gaan kijken. En ja, ik heb zo een beetje opgeschreven wat ik er allemaal van vond. Het is natuurlijk nog heel vers. Ja? Ik heb nog niet mijn hele denkproces erover afgerond. En ik heb het momenteel ook beperkt tot het script. En ik... ja, over het algemeen, ik moet zeggen... Het is een slordig script. Waar het heel duidelijk bij is dat ze een beetje paniek kreeg naar een oplossing hebben gezocht om alles samen te plakken. Van, ah shit, The Force Awakens en The Last Jedi. Goh. Consequent was dat niet. Hoe gaan we dit geregeld krijgen? Hmm. Paniek. En dat ademt die film ook wel een beetje uit. Ja. Een beetje de afbraak van The Last Jedi ten aanzien van The Force Awakens hebben ze niet meer echt kunnen rechttrekken, vond ik. Op welke manier? Ik vond er ook wel dingen positief aan. Ze hebben geprobeerd om het een eenduidige storyline aan te houden. Geprobeerd. Niet te veel sidetracks. Gelijk in The Last Jedi, hoor. In The Last Jedi, enorm had. Zo van, oké, het gaat hierover. Voilà. Ja. En, die mensen hebben even wat minder nodig. Nee, hup. Sure. Niet iedereen is zijn eigen belangrijk stukje aan het beleven tegelijkertijd om dan ergens uit te komen. Maar, ik heb tijdens het kijken van die film gewoon gerekend in het aantal wenkbrauwfronsen. Ja. En ook een beetje de gradatie van de frons. Bijvoorbeeld voor mij The Last Jedi, als Leia in deze... Begint te vliegen. Zo, begint te vliegen en force used. Ja. Ieder space, weten. Dat was voor mij zo een frons die mij voor de rest van de film... ik ben niet meer terug in die film geraakt. Nee, ik heb zo dan even bedenkelijk gekeken en die bedenkelijke blik is bij mij gewoon blijven hangen tot op het einde. Ja. Dus hier ook, maar prachtig. In The Rise of Skywalker kwam mijn eerste frons al na 20 seconden ongeveer. Ah, perfect. Namelijk de opening credits, de gele, befaamde gele lettertjes. Ja. Waar duidelijk even in wordt vermeld. Ja, mannen, nee. Je weet wat er allemaal gebeurd is. We gaan nu een beetje verder. We zijn een jaar later. Er is een signaaltje opgevangen van Emperor Palpatine. Want ja, die is er nog. Got him. No one's ever really gone. Zo. Dat was mijn eerste frons van, really, komt hij terug? Wist jij dat niet op voorhand? Want ik heb weinig gevolgd, maar dat wist ik nou wel op voorhand. Nee, ik heb mijn volledige... Ja. Dat wist ik ook niet. Hè. Onvoorbereid kunnen. Dan ben ik heel blij met uw reactie nu. Even voor de luisteraars thuis. Arend zit nu al zijn hoofd in zijn handen te begraven op de tafel. Het wordt alleen maar erger. Het wordt zeker. Misschien is ook even tijd om een spoiler alert op naar boven te gooien. Nee, dat doen wij niet hier. Voor mensen die hem nog willen zien, dat ze dan even kunnen skippen naar de Let's Review. Ik heb geen idee. Ja. Nee, want dit is audio, dus dat werkt niet. Bert? Goed. Perfect. Dus... Eerste gigantische wenkbrauwfrons. Skipt voort en als het gaat over shampoo, dan mogen het een paar seconden terug. Dus bij deze, sorry, maar ook al als je hem gaat kijken, binnen de eerste 20 seconden weet je dat al. Ja. Dus voilà. Die komt dus terug, of die is er terug. Ja. En dat vond ik om heel wat redenen problematisch. Mm-hmm. Ten eerste, alles wat er in de drie originele films gebeurd is, doet er dus niet toe. Want die is er nog altijd. Ja. En die Empire is er gewoon terug, want hij heeft dan even snel en gauw een vlootje terug opgebouwd. No one's ever really gone. Stiekem, ja. Maar dus alles inhoudelijk wat er in die drie originele films gebeurt, heeft dus geen of niet veel impact, nut gehad. Impact. Het heeft iets uitgesteld, het heeft die Empire uitgesteld, maar die impact wordt dan na 20 seconden in de laatste film ongedaan gemaakt. 'Cause he's back, guys! Oh man! Yep. Wat wordt er nog in die eerste, of in die openingsscène of scènes uit de doeken gedaan? Snoke, grote mysterie van film 1. Film 2,
dood. Bleek gewoon een creatie te zijn van Palpatine. Je ziet daar ook allemaal buizen met allemaal verschillende Snokes. Je hebt Arend. Ja. Het was een proefbuis baby. Het was een proefbuis baby. Er was gewoon allemaal Palpatine all along. Hè. Pulling the strings. Alles wat er tot dan gebeurd is. Zo Death Star op zijn, in een planeet gebouwd en zo. Ja. Dat is allemaal afleiding. Want hij heeft een vloot gebouwd. Op, ik ben dat opzoeken, Exegol, een geheime thuisbasis van de Sith, wat eigenlijk daarvoor nooit was. Kun je ook even het setdesign van die planeet beschrijven voor de lieve kijkers thuis? Die planeet bestaat echt letterlijk uit het design van een donkere hel. Dus echt, alles is gewoon zo karikaturaal als je kunt voorstellen. Hè? Alles is zo donkere steegjes met vele rotsen. Rot. Plus er is een stadion. Ja. In de stadion planeet. Met allemaal... personages met kappen op die je niet, waar je niet van weet wie zijn. De Sith-cult. De Sith-cult. Ja, plots een ding. Exegol is toch kei onpraktisch? Nee, je wilt toch Arend, zelfs, Arend. Ook al zit je super evil, je wilt toch af en toe ergens een lichtje hebben, je wilt toch weten waar dat je zei? Nee. Alles is stikdonker. Nevermind. Je vergeet de cult. Dus Exegol is nu een geheime planeet Sith Homeworld, maar dat was, als ik me goed herinner, daarvoor Corban, of... in ieder geval in de lore is... Nee, Corban is nog een andere planeet. Maar de ancient Sith home world is niet Exegol. Dus, ja, nerd. Nerd. Ik ben geen Star Wars lore expert, maar ik weet er al wat van. Dus ja, hij heeft dan maar stiekem een gigantische vloot gebouwd. Yep. Met allemaal schepen die ook allemaal nog eens zombie een Star Destroyers. Star Destroyers. Stiekem even. Hoe? Maar oké. Okay. En je merkt dus aan alles van die eerste 10 minuten van, wacht, dit kan niet het plan geweest zijn all along. Nee. Dat ze van, pure shit, natte vinger, let's try to fix this. Ja, inderdaad. En dat gaat een beetje door. Wat komt er nog allemaal? Rey blijkt Palpatine's kleindochter te zijn. Ah ja. Spoiler. Zucht. Nee, maar spoiler. De mensen zitten nu altijd bij de shampoo review. Nee, ik ging hem niet zien. Zo, fuck it. Nee. Prima. Dus het is Rey Palpatine, hè? En dan Kylo Ren was al een Skywalker half, dus dat komt allemaal mooi uit. Dan vraag je af, oké, waar komt dat weer vandaan? Ik vroeg mij op dat moment al niks meer af, hè. Je kon ik heel eerlijk in zijn. Ja, nee, dat was voor mij... Het schap was verdronken. Dat was een frons die op mijn eerste frons bijkwam, hè? Want ik was eigenlijk nog niet klaar met de fronsen, en dan kwam dat erbij. oké, Palpatine had dus een vrouw en een kind. En dat is iets wat ervoor eigenlijk wel niet wordt aangeraakt, maar ze er nooit aan hebben gedacht om daar zelfs in de hele lore te steken. Maar oké. Anderzijds, Ian McDiarmid is wel hot as fuck. Nee! Wat het gewoon. Poe loopt altijd rond in een Indiana Jones outfit. Yep. Knap, hè? Wink, wink. De nieuwe Han Solo, want Mexican Han Solo was niet goed, dus... Zeker niet. Blijven gaan op Poe. Finn, een beetje de held van de eerste film, van The Force Awakens. Maar compleet verdwaald in een 2. Compleet verdwaald in 2. Zeggen van, we gaan die hier even belangrijk maken. Vlak wat hem bijna doodgaat, zegt hem, Ray, I never told you... En hij vertelt het nooit. Ja. Dat is zoiets van, er wordt een mysterie gekweekt waar niks meer wordt gedaan. Dat te maken heeft met het feit dat ze blijkbaar weken voor de release nog reshoots hebben liggen doen. Ik dacht dat dat gewoon een beetje een iets van een romance was. Of het hinten naar een romance. Maar het hinten, maar voilà. Ik heb het gevoel dat ze zo een script hebben geschreven, dan er met een tintkiller zijn overgegaan. En shit. Oh nee. Disney wilt geld. Er wordt zo nog snel een nieuwe droid erin gestoken voor wat comic relief. En dan heeft hij nog cruciale info van iets dat ik al vergeten ben. Maar zo al een chance ze dat... Dat stukje onderdeel nog ergens hebben gevonden in een hoekje van een schip, want... Ja. En dan op het einde... halverwege... heeft Rey 2 lightsabers, want ze heeft die van Leia gevonden. Want, by the way... Ah ja, Leia is trouwens... Leia was Jedi trouwens... Knight en dingen, dat is plots. Natuurlijk. Oké. Plots. Die was aan het trainen met Luke en dat was ook een Jedi al half. Terwijl en het daarvoor expliciet was ontkend dat hij mee had getraind, maar nu moest ze ineens in zo... Eigenlijk had ze wel getraind. Ja. Dat is belangrijk, Arend. Ja. Maar is dat dan om een reden was ze dan toch gestopt, want had iets gezien. Ik weet het niet. Van, als ik dit doe, wordt het niet goed, dus ik stop met Jedi te wezen. Moest dat een oplossing zijn voor dat force usen of zo? Maar die heeft Rey haar training afgemaakt. Ja. Want? En dan hadden iemand om zo nog toch teacher te zijn. Ja. En dan zijn er dus 2 lightsabers. Ze hebben dan toch nog ergens een Jedi
opgevist, die dat... Gewoon Leia, hè? Ja. Die is... Ja. Leia is plots een has-been Jedi. En vooral de, nog tenzelfs ook... Maar Rey finished die training dan, of wat? Nee, maar Rey is sowieso... Allee, ik heb er al, dat is iets waar ik over het algemeen het minste problemen mee heb gehad, maar Rey is wel echt overpowerder dan dat je kunt inbeelden nu. Dus die kan echt wel alles. Bliksem, gelijk Palpatine, kan ze ook. Want kleindochter. Oh ja. Claire. Arend, zit er nog mee? Ik zou dus zeggen, zit hem eens op Netflix, maar zeg je, dan is Disney Plus er, dus dat zal niet pakken. Dus, oké. Dan hebben ze wel het eindgevecht. Mm-hmm. Rey heeft 2 lightsabers. Ja, Kylo Ren zit er nog wat te twijfelen van, naar welke kant moet ik nu gaan? Dat boeit niet maar zo heel veel. Maar dat ze in deze film al 3 keer vechten ook. Om echt gewoon... Nadat ze in de voorbije films, denk ik, al 7 gevechten hebben gehad. Dus het komt er nog bij. En dan krijg je ineens het concept van... kreeg het Emperor Palpatine. Die zegt, jij Rey moet mij doden. Je bent mijn kleindochter. Jij wordt de nieuwe Empress Palpatine. Als jij mij dood wordt, jij de Sith. Good, excellent. My plan all along. Ha, ha. I can feel your anger. Dat gebeurt dan niet. Zij verslaagt hem. Doe eigenlijk wat hij wou, maar... Wordt dan geen Sith. Oké. En zo'n laatste end battle is zo wat... Palpatine zegt, alle Siths zitten in mij, want omdat Kylo Ren er ook aankomt, zijn die met 2 en die zijn super compatibel, Rey en Kylo Ren. En hij pakt dan die Force zo wat half af en nu zegt hij, nu ben ik plots terug nog ietsje minder dood dan daarvoor. En dan, nu ben dan ik de Sith. Dat plots zijn plan. De Sith der Siths. En dat is mijn plan. Dus eerst zegt hem, mijn plan was dat jij naar hier kwam, zodat je mij kunt doden en mij kunt opvolgen. En dan komt Kylo Ren tevoorschijn. Maar wacht, mijn plan was eigenlijk dat jullie met 2 nu hier zouden staan. Want voilà, hoppakee, dank u. Nu ben ik de Sith der Siths. En dan zegt Rey, ik ben de Jedi der Jedi's. Want alle Jedi's zitten in mij. En dan komt elke Jedi nog even een zinnetje zeggen. Waar ik alleen Samuel L. Jackson mij een glimlach kon naar boven toveren. Dat hij er nog in zat. Maar dus iedereen komt een zinnetje brengen. Jij vond het grappig dat... Samuel L. Jackson in Daisy Ridley zat. Ja. Je kon daar goed mee lachen. Ik heb hem luid door de cinemazaal geroepen. Motherfucker! Ja. Dus, dat was goed, maar oké. Okay. Ik zou niet zo lachen als Samuel L. Jackson in mij zit. Ja en nee. Voilà. Vooral nee. Maar dat is dan ook weer zo ineens, even plots. Ik vind even plots is een mooie beschrijving voor deze film. Wanneer plots? Even plots, by the way... Ja. Je hebt nu een concept van, in een Jedi leven alle andere Jedi's voort. En ook echt qua krachten. En dat is allemaal bullshit. En oké, dat lukt dan. Zij verslaagt Palpatine, allemaal in orde. De film eindigt, of probeert zo goed te eindigen met, de cirkel is rond. Rey komt op Tatooine, waar de allereerste Star Wars ook begint. Met Luke Skywalker. Ze gaat daar die lightsabers begraven. Tegen van, kijk, de cirkel is rond. Van Jedi Master Leia, onder andere. Jedi Master Leia. Ze begraaft die lightsabers. Mm-hmm. En dan toont ze nog even een nieuwe, by the way. Een oranje of goudgele lightsaber. Dat is dan die van haar ineens. Mm-hmm. Nog niet voorgevallen in heel die film. Dus op het einde, bjoem, hopla, een nieuwe. Alleen de spelletjes. Wat je erover weet, is dat... Je maakt een lightsaber met een crystal en een oranje is de meest zeldzame, meest pure, nerd. Maar sowieso meest... Nerd, fucking hell. Hey, I did research. Ja, juist op het moment dat Star Wars minder relevant is dan ooit ervoor. Maar dit is de laatste keer dat er ooit in de wereld over Star Wars gebabbeld geworden is. Dus denk het niet, er is veel volk naartoe. Maar deze is echt zo het niveau van storyfuckery. Gelijk Lost, 1 tot en met 6. Dus ja, dan is ze plots toch maar een nieuwe lightsaber gemaakt. Waar ook plots? Weer geen uitleg. Wanneer plots? Even plots. Wordt ook weer niks over gezegd. Dus J.J. Abrams, Disney, gewoon van, we moeten dit oplossen. Weet je wat, dat komt wel goed. We doen het zo. Nee. Want, sure. Trouwens... Dat ademt heel die film uit. En ik heb er nog één mooie rechte lijn in gevonden. Dat begint in die film, is Poe, onze piloot, aan het lightspeed skippen. Ja. Ook iets wat tot dan nog niet bestaat. Kijk, maar dat is oké. Niet elke nieuwe toevoeging is slecht. Ja. Maar het is wel, vind ik, een mooie metafoor voor de film. We skippen even door alles. We gaan even overal plakkertjes plakken. En zo zeg, done. Op naar de volgende post-trilogie. Ik moet zeggen dat ik wel
in het begin, toen echt de eerste 10 minuten, dan heb ik daar met een smile gezeten, gewoon van, oké, ze gaan nu 100% schlokpulp gewoon. Want echt zo, de manier waarop dat die Sirius Planet echt zo weer gemaakt en zo, ik dacht echt, oké, ze hebben de grootste fuck it ooit naar het systeem gedaan, echt uw handen in de lucht gooien en we zien wel, en rotte pulp, maar toen was gewoon alles heel slecht. Want ik dacht, als ze nu consequent leuk een troep maken, gelijk bij wijze van spreken Dread of zo gewoon, goede film, maar echt pulp. Ja. Ik dacht, als ze die dingen ingaan, dan zou dat zou een deel van de tomatoscore hebben verklaard, dan dacht ik. Maar ik dacht, dan is dat voor mij in het juiste straatje, maar het is echt... Nee. Ik vind, er waren dingen die ik goed vond, hè. Ja. Maar dat is ook omdat de vorige... Het feit dat hem stopte op een gegeven moment. Ja. Nee, ook de vorige was natuurlijk heel zwak. Het duurde heel lang trouwens. Maar... Ik vond het grappig dat hij gewoon zegt, elke opbouw neersabelen vond ik heel grappig. En dat is maar gewoon, het is niet een schuld om dat op die manier te regelen. Maar hoe lang duurde deze film? Dit duurde wel 2 uur en een half. 2 uur en een half. Maar, of 2 uur 20. Maar het grootste probleem dat ik ermee had, is dat je... Het is eender wat er gebeurt in het verhaal. Mm-hmm. De scène zelf nog, of de scène daarop, wordt alles ongedaan gemaakt wat er in die scène van grote beat gebeurde. Ja. Allee, skip nog een paar minuten voort naar de shampoo-reclame, als je luistert. Maar Chewbacca sterft op een gegeven moment door Rey. Volgende scène, hij zat in een ander schip. Ja. Kylo Ren wordt op een heel significante manier gedood met een lightsaber door Rey, waardoor je helemaal denkt van, oké, nu is er helemaal niemand meer die de haar balanceert op weg naar de dark side. Dus je denkt, oké, twist, dark turn, oké, goed, eindelijk. Vlak daarna doet Rey force heal en leeft hij gewoon terug. Zo'n ding is gebeuren in die film, denk ik, 4 à 5 keer. Dat je echt een omkering hebt gewoon van alles wat er daarvoor belangrijk was. Ja. Voor het verhaal verder te krijgen. Nee, gewoon ontkent de scène erop. Ik snap gewoon niet hoe dat je daar... Hoe dat je script kan zijn. En dat je zegt, oké, hier hebben we iets mee gebracht. Nee, dus ik vond dat gigantisch. Ik heb het gevoel dat het script heel vaak herschreven is. Ja, en dat is sowieso, maar dat is bekend. Ja. En nu zitten we weer vast. Verdomme, hoe gaan we dat oplossen? Plus Ian McDiarmid, blijkbaar, de mens dat Palpatine speelt, die is gecontacteerd een aantal maanden na de release van The Last Jedi. Hè. Dat is normaal gezien niet iets dat gebeurt als er zo'n grote... Dat wist ik niet. Maar oké, inderdaad. In paniek is die gebeld. Dat is gemerkt, dat paniek. Ja, tuurlijk, van hoe lossen wanhoop, we dit op? Echt. Heel die film was wanhopig. En dat zei de straden in alles uit. En slecht ook nog eens. Ja. Ik vind dat altijd zo moeilijk om te begrijpen. Hè? Hoe dat zo van die studio's, gelijk Disney, dat moeten mensen zijn. Ja. De Star Wars franchise, los van Disney. Hè? Ja. Dat moet een studio zijn die toegang heeft tot echt goeie schrijvers. Tot mensen die dat problemen kunnen oplossen en iets kunnen maken dat... geen complete fucking bagger is. Ja, dat zou je denken. Maar het probleem is dat je een writing credit pas krijgt als je een bepaald percentage van een script verandert. Dan pas krijg je een writing credit. Dus bij een rewrite moet je altijd ervan uitgaan dat er al een vrij fors deel moet veranderd zijn. Mm-hmm. Want anders mogen er niet... Dat is daar met die syndicaten of zoiets. Ik weet niet exact hoe dat werkt, maar daar... moet je daarvoor hebben gedaan. Dus dat is sowieso al nefast en dat is gewoon een groot probleem in heel veel Hollywood-concepten. Dat was ironisch genoeg iets dat juist goed zat voor The Last Jedi, maar ze hebben die dan weer te veel ruimte gegeven en ze hebben die dan helemaal niet gechallenged in het Rian Johnson. Maar deze was eigenlijk extra slecht. Maar je hebt gelijk, normaal gezien, er zou toch controle moeten over zijn van, gaan ze hier aan het spelen met de 4 miljard franchise. Ja. Doe het even niet kapot en toch... Je gaat dat gewoon los kapot. Ja. Dat is heel fascinerend, maar het is echt... Ja. En natuurlijk, anderzijds... inhoudelijk is het niet wat het moet zijn, maar dat gaat wel weer heel goed veel geld hebben opgeleverd. Zeker. En dan heeft Disney wel gezegd van... Done. Het is gelukt. Want dat was het doel, hè. Dus we reviven Star Wars en dan kunnen we er weer 20 jaar cashen. Ja, er zullen een hoop debielen dat ik leuk hebben gevonden, hè, die naar die kinderen, films gaan heel veel kijken. En niet vergeten, voor kinderen is dat de Star Wars, hè. Ja, tuurlijk. Dat is die van de jaren 70, 80, dat is niet meer hun Star Wars, hè. Nee, maar ooit was Phantom Menace ook mijn Star Wars. Ja. Voor mij ook, ja.
Oh ja, en ik heb die toen ook niet zo bekritiseerd. Nee, als, zeker niet, nee. Je bent een kind. We waren kinderen van 17. Nee, allee, kinderen ga ik daar niet voor bekritiseren, zeker niet. Maar de reden waarom dat ik bij de vorige eigenlijk compleet ben afgehaakt, was los, was het script en zo, het zat allemaal niet goed. Maar ik zat nog in de cinema, ik ging naar het toilet en ik zag een kerel voor mij, die was tegen zijn vriend aan het babbelen, bezig over hoe dat die monstertjes met die grote ogen van die pingwing-achtige squeakers dat er zo wat bij waren, dat hij toch blij was dat ze dat erbij hadden gestoken, want hij vond dat wel heel grappig en komisch. Maar, en dan denk ik van, ja, oké... Okay, ja, maar als dat nu publiek is... Ja, inderdaad, dat is het publiek geworden. De Star Wars van de jaren 70 was... Zelfs die drie films dat erna zijn gekomen, hè, waren heel onapologetisch naar hun publiek toe. Die zeggen van, ja, wij gaan een film maken, wij trekken publiek aan. En dat is een vrij gericht publiek. Dat is een niche van een beetje nerds en science fiction en van die fans. En dat is het probleem met Disney, die is mee gaan moeien. Je kunt alles... Allee, gewoon mainstream het Disney. Zotste effect van de sequel trilogy is hoeveel respect dat er nu is gekomen voor de prequel trilogy. Ja. Dat is zo eigenaardig, want die hangen ook met haken en ogen aan één, maar die hebben wel een veel duidelijker verhaalstructuur mee... Met Beats, oké, okay, wat er allemaal in gebeurt is redelijk troep, maar dat is veel... Dat was duidelijk. We kunnen niet van George Lucas zeggen dat hij met veel plezier altijd aan zijn films heeft gewerkt, maar dat was wel een beetje een visie en zo van, we gaan deze doen en fuck it, we zullen wel zien. En ik ga dat doen en dat zal gebeuren en we zullen wel zien wat de fans ermee doen. Oké, okay, dat was vooral, fuck it, we zien wel... niet zo voorzichtig. Nee, het was, fuck it, we zien wel hoe we het doen, maar ik weet wat ik wil doen. Ja, dus we hebben deze drie totaal niet. Er was een plan, hè. Er was een plan van, oké, die film is dat, die film is dat, die film is dat. En we gaan dat plan volgen, ook al is het shit. Bij deze is het, we proberen niet, oké. George Lucas weer dan weer te weinig gechallenged. Daar is ook al heel veel over gezegd geweest. Maar het is wel... Ik heb meer... Die films, die zeggen mij meer. Ja. En dat gaat ook niet over nostalgie of zo, hè? Denk ik. Want dat moet ik natuurlijk heel voorzichtig zijn. Ja, dat zal wel meespelen. Hier gebeurt zo weinig in. Ja. Dat is echt gewoon een heel de tijd cirkeltjes. Er gebeurt niks omdat dat niet veilig vond. Wat ik wel iets positief aan alle drie, of zeker de eerste en derde film, zijn wel zowat de nostalgische... puntjes die erbij komen, nu ook weer zo'n neergestorte Death Star, waar je even kunt klimmen. Dat vond ik niet erg, dat vond ik prima. Dat werkte bij mij ook de eerste keer van Piece of Junk, hè, maar dat is de Millennium Falcon. Oh, dat vond ik oprecht leuk. Maar daar hangt je film zijn eigen aan op. Ja, dat is wel het probleem. Dat is het enige dat ze kunnen van, doen. Dat vond ik leuk, van gedoe moeite om de originele fans, origineel, we zijn ook geen originele fans, we waren nog niet geboren dat de eerste films uitkwamen, maar de fans van... van de oorspronkelijke films, dat daar eigenlijk een beetje de basis begint. En, ik had toch de originele gezien voordat ik de prequels maar gezien. Maar de helft van die scènes zijn callbacks. Ja. En de helft van de shots zijn callbacks. En van de personages en al de zinnen dat ze zeggen, is allemaal Het spijtige is, heel lui. Dat zijn de sterkste punten van die films. Oh, ik vond dat echt niet. Ik vond dat in het begin nog tof. Hè, dat is het probleem ook, dat de sterkste punten zijn. Want alles dat ze nieuw doen, of 90% van wat ze nieuw doen, is troep. Maar ik vind dat juist ook op den duur troep worden, dat ze gewoon zo, hé mannen, we zijn godverdomme drijffilms ver. Ja, omdat we wel eens even iets anders erin steken als ze geforceerd Lando erin proppen, omdat je zo bang bent. Ja, maar dat is het probleem. Dat mag erin zitten als dat zo een leuk extraatje is. Maar dat niet de kracht van je film is. En dat was bij hun wel, omdat al het nieuwe zo teleurstelt, of toch veel dingen daarvan. Een positieve noot is wel, de Tony vond het heel slecht. Dan weten we het wel. Ik was heel die film al aan het denken hoe een Tony deze goed praten bij elke scène. Voor de luisteraars, de gast van volgende aflevering. Als alles Tony. Goed gaat. Ja. Dus kijk, de cirkel is rond. Hoeveel geeft hem op 20, Bert? Plotse scores. dat is een moeilijke. Als ik de Force Awakens... De Bert kijkt 12 in de lucht. À 14 zou ik geven. Oké. Okay. Als, hè. Want dat is ook maar nummer 7. Dat is een 7, hè. Arend. Een saaie 7, ik vind dat goed. De Arend bekijken of we een dwaze klootse liggen. Als ik dat als richtcijfer pak, een saaie 7, en ik geef de Last Jedi een
solide 3. Ja. Omdat ik het nog 3 op 20? Nee, die 7 op 10, 3 op 10, 6 op 20. Omdat ik het nog wel grappig vond dat hij gewoon zegt: ah, alles weg. Ja. Snoke, dood. Uw ouders, Jan, die waren niemand. Ja. En dat vond ik grappig, maar dat is niet een waardeoordeel voor die film eigenlijk. Ja. Als ik dat een 3 op 10 of een 6 op 20 geef, dan zit ik hier. Ja, ik kan hem er niet door laten. Zit hij boven The Last Jedi? Deze? Ja. Nee, maar ik nee, vond... Nee, toch? Allee, ja. Ik vraag het dan nu. Maar... Ik weet niet, ik vond The Last Jedi heel slecht, maar nog grappig. En dit vond ik niet grappig. The Last Jedi was gedurfd. Ik haatte die film, die deed tenminste niet. Ja. Deze was laf en la. Ik denk... Net eronder, 2 op 10, 4 op 20. Alles wie toch? Ik zou dat ook en denken. Waarschijnlijk gaat dat punt ook zakken naarmate ik meer en meer over de film ga nadenken de volgende dagen. Ik vond wel de visuals extreem goed. De cinematografie zat echt goed. En dat is zo, ja, daar kun je een 2 voor geven. En John Knoll is altijd keigoed. ILM, love it. Ja. Ja, ik vond er goede dingen in zaten, maar ja, ik heb mij vooral nu bezig gehouden met script. En script is voor mij een 0. Dat is echt een 0. Echt een 0 van een kutscript. Dat is wel een grante van uw film. Dus, ja, echt. Fuck. Ja, kijk. Zo. Ja. The Rise of Skywalker. Zeker. Nu in de cinema. The Rise of fucking Trainwreck. Dan weet ik weer al wat ik niet moet gaan zien. Ik weet dat jij niet moet gaan zien. Zo, volgende categorie. Ik ben dus heel beu. Niet dat ik u niet graag hoor praten. Nee, maar J.J. Abrams was het denk ik ook beu. Ik denk dat hij dat heel beu was. Voilà. Goed gerant, ze. Goed ranten is heel belangrijk. Mannen, ik heb pelletjes. Eikes. Altijd al. Ik heb gisteren eikes gegeten. Nee. Maar je moet die vaseline ook op je gezicht smeren en niet in je haar. Hey. Vooral op je gezicht. Ik smeer helemaal niks vaseline op mijn gezicht. Ja. Ik deed dat, maar ik mocht dat niet meer van een dermatoloog. Dat snap ik. You greasy motherfucker. Oh, dat is ze noemen dat roos. Ja. Ik vind dat wit. Een excellente grep. Ik zie een Bart traag lachen. Gewoon denken, gaan we misschien zo een segmentje invoeren dat luisteraars mensen kunnen wegstemmen. Nee. Maar dat zijn allemaal drie. Jij gaat volgende week al weg. En dan is het nog... Zo was ze. Dat was de categorie. Volgens de computer. Dank je vriendelijk. Zoals we hebben gezegd, we zijn beter en we zijn terug in bigger and better. Wat heel belangrijk is, ik wou weer een punt van maken. We moeten ook dingen reviewen dat geen multimedia zijn. Ja. Ik vind dat. Klopt. En we zullen zo'n dingen zo laten passeren. Ik dacht, ik neem een maand het project op mij om pelke shampoos te reviewen. Gaat dat dan toch nodig? Ja, correct. Ja. Ik ga beginnen met Fructis van Garnier. Oké. Okay. Deze is echt zo'n non-categorie. Groene fles, witte bal. En je ziet de witte bal, is voor pelletjes. Okay. Anti-roos, staat erop. Dat is duidelijk, hè? Toch niet? Ja. Maar als ik mijn haar daarmee was, dan reek ik naar een mango. In? Maar pelletjes, dat doet niks. Maar, okay. Zo plaatsen. Shampoo niet op de fruitschaal. Je stinkt natuurlijk wel eens een keer niet naar kijk. Hey. Dat is belangrijk. Maar dan rekenen we naar mango en dan denk je wel de hele tijd... We zitten al aan 2 op 10. Rotte mango. 0 op 10. Oké. Okay. Kut shampoo. Goed. Head and Shoulders. Ja. 0 op 10. Dat maakt een soort beton van je haar. Ik haat het. Dat is allemaal prima voor 1 uur, maar daarna zijn er nog meer pelletjes. Maar je moet ook wel... Ja. Kan mijn commentaar houden voor z'n beat. Ga voort. Je hebt 1000 varianten Head and Shoulders. Dat is allemaal shit. 0 op 10. Allemaal? Allemaal slecht. Allemaal, oké. Okay. L'Oreal. Anti-roos. Het is, ga ik voor de variatie een verdiende 0 op 10 geven. Een 1 op 10 voor de goede poging en een punt aftrek voor de snobistische naam. Ik ben het waard, maar ik krijg het niet. Elke keer als ik Luc de Vos op de radio hoor, dan denk ik mijn trui terugval. Oké, maar wacht. Nee, ik moet het toch even vragen. Die shampoos, je beseft toch dat dat echt goed marcheert als je dat een paar keer gebruikt? Natuurlijk. Heb jij die allemaal een paar keer gebruikt? Ja.
Nee. Soms wel. Nee. Ik krijg pelkens van de stress, Arend. Ik krijg pelkens van een volle tram waar ik op moet zitten. Maar jij krijgt dan ook stress van het feit dat die anti-roos shampoo niet werkt. Dus. Nee, daar word ik gewoon kwaad van. Ah, oké. Dat is iets anders. Dat is beter. En dat ze het allemaal zitten uithangen op de televisie mee. Na één keer wassen, is dit het resultaat van je hoofdhuid. Maar test aan koop zegt wel... Trazi wit. Alle door ons geteste anti-roos shampoos werken. Het merendeel verlost u van uw schilfertjes in 15 dagen tijd, hoewel sommigen meer geduld vragen. Dat is bullshit. Heb jij 15 dagen tijd of meer geduld getoond? Ja, dat is echt allemaal super zever. Want vanaf dat je echt pelletjes zit en niet gewoon zo is pelletjes, dan heb je er allemaal niks aan. Dat is echt niet waar. Jawel. Dat is echt niet waar. Volgende, Nivea. Laat ons raden. Die 7 op 10? Naar de zee, hè? Want daar krijg ik op zich al stress van. Want aan de zee zitten mensen met verbrande schouders en pappige lijven. En van die associatie word ik zelfs in een douche kortademig. Dus wat wordt er dan verwacht? Dat die pelke shampoo mij van de stress verlost, toch niet? Jij hebt astma. Ik denk dat daarmee verklaart waarom dat jij kortademig wordt als jij een goede warme douche pakt. Dan weten we niet wat jij volgende week kunt doen. Shampoo moet niet naar de zee rieken. Wacht, naar wat moet shampoo rieken? Ja. Niet naar mango's, niet naar shampoo de zee. Shampoo moet voor mij nog niks rieken. Naar niks. Naar niks. De helft van die troep dat ze erin kappen om shampoo te laten rieken, zorgt voor pelletjes. Dan zijn we ineens uitgeklapt. Dat is ook niet waar. Vind jij dat niet leuk? Om in de zee te zitten met uw lief, uw vrouw in dit geval, die dat op u komt. Ik vraag gewoon of dat die witte kleren aan doet. En die ruikt. Ja? Die heeft een shampoo gebruikt en die ruikt naar bloemetjes of kokosnoot of mango. Ja. Vind je dat dan niet leuk? Of denk ik James Cook? Nee? Jij werkt voor James Cook. Je bent gewoon een veel te moeilijke mens. Maar tenslotte. Tenslotte. Dan hebben we al die medische merken, zoals Nizoral, Sebamed, van al die afgekorte troep. Ja. En die zorgen voor een veel betere gezondheid van de scalp en zwaar terugdringen. Ja. Pelkjes. Tissakop zegt daarover dat die vooral duurder zijn, maar niet echt beter. Zelden merken ze zo'n grote prijsverschillen op. Dus, die krijgen bij mij een 9 op 10. Oh, wacht. Het kostte €30 voor zo'n mini-flesje. Voilà. Oké, daar krijg ik stress van. Word ik kwaad in een apotheker. En dat is in de laatste plots waar je kwaad moet worden. Voilà. 0 op 10 voor goed werkende producten aan te smeren aan de prijs van een Fabergé ei. Ik kies voor een wit gespikkelde trui, maar aan het eind van de maand kan ik mijn huur nog betalen. Mooi. Voilà. Dan denk ik dat ik voor u de beste pelkjes shampoo heb. Heb ik hem niet getest? Antidepressieve, zodat je minder stress krijgt. En je geen pelkjes meer. Dan denk ik weer zo'n pillenpakje, dan zit ik weer in de zetel eigenlijk een plantje. Pelkjesvrij. Wel, dat is wel waar. Ah! One problem at a time. Stofzuiger kopen en die pelletjes wegen. Of je kunt je kop nog eens kaal scheren. Dat is juist, maar dat mag niet van mijn vrouw. Ah, dat is spijtig. Ja, dat vind ik ook. Dus dan daar zit het probleem eigenlijk. Er zit een probleem. Daar gaan we inderdaad niet onnozel over doen. Nee, pelletjeshampoo is de grootste scam op aarde, denk ik. Als je zegt, hé vrienden, deze werkt niet, deze werkt niet, deze werkt niet, deze werkt niet. En toch zeggen ze allemaal dat het wel werkt, dan noem ik dat een vlakke leugen. Ik ben het echt niet eens met u. Nee, dan heb jij geen pelletjes. Nee, want ik gebruik pelletjes een shampoo deftig. Hè? Welke shampoo? Het en Shoulders. Bullshit. Nee. Ik heb de beton van een pauwekop. Nee. Nee? Nee. Komt dat maar eens voelen. Komt dat maar eens bij mij voelen. Goeie segmentje. Deze wel. Was het segment. Deze was echt... Hier komen de mensen voor. Volmaakt. Ja. Ja. Dit was alleszins volmaakter dan het script van een niet nader genoemde film. Je weet dat ik graag een categorie aankondig met... Nee, ik wou zeggen, de fans van Op de Pot uit het verleden, alle drie. Goed, Bert. Alle drie weten misschien nog dat wij graag onze afleveringen tot een mooi einde brachten door alle drie onze of als er een gast was, alle vier, onze aanrader van de week te geven. Die week is altijd trekbaar, want we brengen daarom niet wekelijks een aflevering. Maar je weet wat dat we bedoelen. Ja.
Hadden we nou trouwens gezegd dat we er een mens van de week gingen bij doen? Ik heb dat niet. Nee. Ik heb dat niet. Heb jij dat, Arend? Ik vind mijn eigen de mens van de week. Dat is heel goed. Zo, dat was Arend met de mens van de week. Het is al even consequent aan een niet nader genoemde film die vandaag ter sprake is gekomen. Wie wil er graag beginnen voor de aanrader van de week? Jot. Ja? Ja. Oké, Bert van de Perk. Ik heb wel wat aanraders van de week, maar ik zal beginnen met een eerste, de meest voorname. Ja. Dat is... Rise of Skywalker. De originele Star Wars trilogie. Oké. Okay. Klinkt rancuneus, Bert. Dat is niet waar. Ja. Ik ben super tevreden. Mm-hmm. Omdat die films blijkbaar zo goed zijn... dat elke film die je daarvoor of daarna wilt maken... daarop moet trekken. Die echt wel gebukt gaan onder de druk van het moet hieraan voldoen. Ja. Hoewel ik zelf de prequels niet zo afgrijzelijk slecht vond, maar als je kijkt hoe dat ze allemaal beoordeeld worden, de prequels en de... Wat moeten dit dan noemen? De sequels. Ja, prequel-trilogie en sequel-trilogie. Mm-hmm. Zijn eigenlijk misschien wel een beetje kapot gegaan aan de sterkte van de originele trilogie. Dus mensen zeker kijken. Ja, maar dat is een beetje lightning in a bottle, dat ze dat noemen. Hè. Gewoon exact de juiste film, met de juiste stijl, met de juiste verhaal, op de juiste moment. En dat is zalig. Ja. Is dat Ghostbusters, een... Arend? Gedeeltelijk. Ja, nee, je zegt van, ja, de juiste ding is op de juiste moment. Ja, nee. Dat is juist het hele ding, dat was er niet op een juist moment. Dat was ook niet het juiste ding. Het over Star Wars of over Ghostbusters? Over allebei. Ja. Over die originele trilogie. Dat waren de originele. Dat was onapologetisch. Dat was daar en dat deed zijn ding. En de mensen zeiden van, oké, deze is wel leuk. Ja, dat was ook omdat nieuw, dat zijn ding doet, dat is iets nieuw. Dat is niet blasé, whatever. Is... En dat doet zijn ding. En ik vind dat juist zo sterk. Maar dat mag tegenwoordig heel moeilijk nog. Tenzij dat je het hebt over films geproduceerd door Netflix of zoiets. Tuurlijk. Maar studios staan geen innovatie niet meer toe, omdat het gewoon niet meer veilig is. Dus kijk, allemaal de onveilige films uit de jaren 80. Je hebt Alien, dat is een 70. Maar dan Star Wars, inderdaad. Star Wars is niet begonnen eind 70? Nee, 75. Ten eerste. Ja, voilà. Er zit gewoon af en toe eens een indie film op. Hè. Er zijn heel veel trage troepfilms bij, maar er zijn ook heel veel leuke dingen bij die daar gemakkelijk onder de radar vliegen, terwijl het daar prachtige films zijn. Ja. Voilà. Is dat hetgeen dat je... Er is nog eens gezien recent, of niet? Ja, semi-recent. Oké. Okay. Ik denk een jaar geleden. Ja. Dat is recent genoeg. Arend? Ja, mijn aanrader van de week is indie-films. Nee. Mijn aanrader dat ik bij heb, is Google Chromecast Audio. Ik ben daar zo fucking content van. Ja. Maar dat is echt niet normaal. Ik ben er vorige week nog een gaan halen en dat is iets. Waar heb je die in tweede gevonden? Van den Borre. Ook van den Borre? Ja, ook van den Borre. Daar vind ik ze het meest consequent nog terug in de winkels. Wat dat is, is eigenlijk gelijk een Chromecast dat op je tv hangt. Iets dat je op een oude stereo set kunt hangen. Ja. En je kunt dat er zo een smart speaker van maken. Dus je kunt dat verbinden met je wifi en dan muziek daarop afspelen. Dus als jij een stereo hebt staan in je keuken, je hebt een stereo staan in je living, misschien nog wat boxen in de slaapkamer, kun je dat voor elke box kun je dan zo'n Chromecast aankopen, daaraan hangen. Had dat RCA Kinch of had dat Mini Jack? Mini Jack. Oh ja, sorry. Dat is de Mini Jack. Ja. En dan kun je dat zo allemaal via je computer gaan besturen, via casting, via je smartphone, via je tablet. En een heel leuk en supergoedkoop wifi-systeem maken. Ja, dat is. Het probleem is, Google heeft de productie ervan stopgezet. Dus je moet nu gaan zoeken van degene dat er nog bij de winkels liggen, gelijk van den Borre. Mediamarkt heeft ze niet meer, denk ik. Dus dat is echt een aanrader van deze week, maar niet volgende week. Ja, inderdaad. Nee, er zijn er nog wel een paar, hoor. Maar ze beginnen moeilijker en moeilijker te worden om te vinden. Dat is ook gewoon omdat Bluetooth-boxen enzovoort een beetje elke huiskamer... Maar dat blijft nog altijd heel duur. Een Bluetooth-box? Al die boxen, verschillende speakers enzovoort. Een nieuw hi-fi-systeem zal altijd Bluetooth hebben. Hè? Dus dat is gewoon daarom dat hij is stopgezet wordt, anders stel ik maar. Ze zouden blijkbaar bezig zijn met een soort opvolger. Oké. Okay. Dat nog altijd fysisch. Dat nog altijd fysisch is. Okay. Ja.
Maar dit was echt wel de makkelijkste oplossing dat je kon inbeelden voor gewoon elk oud stuk stereo dat je met een RCA dan richting mini-jack verbinding erop kon krijgen. En ja. I love it, man. Ik heb thuis een heel systeem van staan. Eigenlijk. Ik begrijp het volledig. Het is gewoon, ik heb dat echt, doordat ik beneden een Bluetooth-box heb hangen, en aangezien dat Spotify tegenwoordig ook naar Chromecast vanzelf al aanbiedt om echt te casten naar een tv. Dus dat is gewoon, eigenlijk is alles... Voor mij is dat helemaal gedekt zonder dat ik dat nodig heb. Maar ik snap wel dat als je nog echt een goed systeem hebt staan van vroeger, waar je je muziek wilt uithalen, met Spotify of zo, dan is dat inderdaad lekker. Ik heb zelf, ik denk dat je wel weet hoe weinig dat ik lees. Ja. Ik lees eigenlijk echt niet. Maar ik ben gigantisch gefascineerd en diepe fan van Edward Snowden. Dat is voor mij eigenlijk de grootste held dat de afgelopen 50 jaar heeft bestaan. En die heeft een boek geschreven. En dat heet Permanent Record, dat boek. En ik lees dat en het is gewoon keischoon. En dat gaat over? Ken je Edward Snowden of niet? Nee. Ah, oké. Okay. DNA, zo de NSA-spying en zo, allemaal bekendgemaakt. Die is zelf, nee, die is gevlucht. Ja. Die is gevlucht nadat hij zelf bij de NSA werkte. Ja, juist. Ja. En die op een gegeven moment, de klokkenluider eigenlijk. Ja. Samen met Julian Assange, denk ik wel, de grootste. Maar die maakt dus zijn land niet meer binnen. Die heeft heel zijn leven opgeofferd voor de mensheid. En dat is gewoon niet, dat komt er niet veel tegen. En die heeft dus een boek en dat gaat echt over zijn jong leven en zo. En het boeit zelfs, want je zou zo denken, oké, je hebt gewoon op 28 jaar je leeftijd dat gedaan, maar het boeit allemaal. Het is heel schoon opgebouwd en zo. En het is gewoon kei spannend, want die heeft echt gedaan waar dat je een zware actiefilm van kunt maken. Allee, actie niet per se met auto-achtervolgingen, maar gewoon een thriller. Ja. Dat is zijn leven. En dat vind ik heel fascinerend. Dus Permanent Record is dus een boek. Het ligt in de Fnac in het Engels. En het is echt een absolute aanrader. Van de beste mensen dat de afgelopen jaren bestaan, vind ik. Het is een goede mens. Mooi. Ja, inderdaad. Ik heb dan nog een slot. Een slot aanradertje? Een aanrader van vorige week. Oeh. Of een aanrader van volgend jaar. Kerst aankopen op tijd doen. Maar aangezien dat we nu 22 december zijn en tegen dat de eerste mensen die het aan het beluisteren zijn, is het al na kerst, is het misschien niet een aanrader van deze week. Okay. Dus wel goed op tijd voor volgend jaar. Maar ik heb dat nu voor de eerste keer sinds jaren gedaan. Ik was eigenlijk klaar met kerst aankopen tegen dat zo'n 15, 16 december was. Uh-huh. Wel een ongelooflijk gevoel van rust. Ja. Ik heb dat nog nooit gedaan. Ik heb dat meestal zo als... leerkracht, de examens in de klasraden en de oudercontacten en al die shit. En dan, goed, vakantie. Ah ja, overmorgen is kerstmis. Wacht. Bobobobobol.com. Dan zeggen die, manneke, dat gaat niet. Absoluut. Terecht. Dus je zit er echt gewoon een maand... Allee, goed vroeg aan begonnen. Goed vroeg aan begonnen. En wat een rustgevoel, zeg. Ja, ik kon dat vroeger heel gemakkelijk doen met de callout. Want ik liet gewoon zo met de college op toen alles naar mijn werkplaats komen. Ja. En dan zo langzaamaan laat die cadeautjes wat binnensijpelen. En dan... zitten niet zo tussen over die koppen te lopen. Ja. Trouwens, je zegt nu, 29 december is inderdaad vandaag, dag van de opname. Weet je al waarom dat die dag belangrijk is? Dat is de zuiderzonnewende. Hè? Dus, de zon scheert nu langs de steenbokskerkring qua culminatiepunt. En dan begint hij langzaamaan terug naar boven te komen. Na 3 dagen daar te blijven hangen. En wat is er over 3 dagen? Kerstmis. De geboorte van Christus. Die daar 3 dagen... in absolute duisternis bleef en dan terug opstond. Oh shit. Een beetje gelijk Emperor Palpatine, maar dan heel lang. Ja, en ook al langer geleden geschreven en ook wat beter over nagedacht. Nee, maar dat is dus de oude folklore origine van eigenlijk quasi elk religieus verhaal. Want bijvoorbeeld Horus en Jozef enzovoort zouden ook blijkbaar allemaal geboren zijn op 25 december. Daar wringt voor mij al een heel hard schoentje als het gaat over wie zijn religie is het belangrijkste. Of welke nee gelijk, ik zal het zo zeggen, want dat is toch allemaal hetzelfde zeggen. Maar dat heeft dus te maken met... Ja, die origin stories die zijn allemaal afgekeken van elkaar, dat is identiek. Van vroeger de pagan samenlevingen, blijkbaar. Dat is kei fascinerend. Dus Jezus heeft 3 dagen voordat hij terug opstond, maar ook op die dag dat hij opstaat, is dus dan ook de kerst, zijn geboorte. Ja. En dat is dus kei fascinerend. Hè. En exact nu, de drie koningen zijn de middenste 3 sterren van de... Van de riem van Orion, dus die grote ridder in de
in de lucht. En die wijzen nu alle drie op deze dag van... op 25 december wijzen die alle drie exact naar het punt waar dat de zon opkomt. Want die volgden de ster naar de geboorte van Jezus. Ja, ja, ja. Allee. Ja, ja, ja. De geboorte van Jezus. Dat vind ik graaf. Hè? En de wedergeboorte van op de pot. Ja. Mooi. Nee, over 3 dagen is de geboorte van Jezus, Bert. Maar wij gaan vandaag 3 dagen slapen. En dan wordt het terug lichter in onze contrée. Want ten zuiden van de Evenaar zijn die religies nou een beetje anders. Allee. Als je kolonisatie en woord natuurlijk niet meetelt. Reset. Reset. Nee. Dan zit er eigenlijk voor ons niks anders op dan gewoon nog een aantal dingen te pluggen. Want we gaan er hier een eind aan maken. Ik wil vooral zeggen dat ik blij ben dat we terug zijn. Zeker. Dat is heel belangrijk. 2 jaar lang in een hoekje zitten wenen. Ja, hè? En wanneer doen we nu nog eens iets? 2 jaar blijkbaar. Ja, ik dacht 2 jaar. Maar 2 jaar op een schat gezeten en nu zijn we terug. En inderdaad, full force. Dat zou wel echt goed zijn, hè? Ja. En om ons eigen zo nog niet de force gebruiken. Nee, nee. Oh, ja, die maar wel full force. Ja. Van iDubbbz is wel een heel goed documentaire. we zijn zeker... we zijn helemaal terug. We zijn ook terug te vinden op opdepot.be. We zaten ervoor ook al op Facebook. En daar zitten we nu nog steeds. Dus daar kunt je ons ook al terugvinden. Nee, is dat YouTube? Is dat met @opdepot? Of hoe werkt dat? Via Facebook gewoon zoeken op de pot. Op de pot. Ja. Ja. Met wel een D van achteren, vrienden. Ah ja. Want het is een podcast. Ah. Ook op YouTube worden ook al onze afleveringen geüpload. Instagram zitten we ook. Kunnen ook zitten we op Instagram? Fijn. Nou, binnenkort wel. Dat ben ik gelukkig. Ja. Discord zijn we er nu al. Oh. Die link die volgt dan ook nog. Links in de description, guys. Smash that like button. Oké, fijn. En natuurlijk YouTube. Hè. Daar zitten de afleveringen, dat heb je gezegd. Ja. Zijn er nog? Als er vragen zijn, mocht je die altijd sturen naar info@opdepot.be. Ah, ja. Of commentaren. Of commentaren. Ik zou heel graag eens gast willen zijn. Ja, want, ja, ja, ja. Zeker. Of, hey, paljaskes, wil ik al nu eens te zeveren, want... Ja, of als meneer Van den Steen zegt, het was niet grappig, dan mag je dat altijd... Sturen naar... Sturen maar. Rechtzettingen, altijd welkom. Heel graag. En als er tips zijn over hoe we het beter kunnen maken, dan willen we er altijd zeker eens graag naar luisteren. Nou, zo. Dankjewel Bert van den Perk. Graag gedaan. Dankjewel Arend Eikerman. Sup. Jullie zijn ook allemaal te vinden op de sociale media. Dat klopt. Terecht. Zo, dank u vriendelijk voor het luisteren, mensen. En graag tot de volgende keer. Bye-bye.